There's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. Hoi, dit is Soraya van Everyone Can Be a Model en ik zit hier met een van de winnaars van de casting van juni 2010, Hosedia. Hosedia, wat is de reden waarom je mee hebt gedaan aan de casting? Nou, eigenlijk liep ik voorbij, want ik wist niet dat er een casting was. En dan kwam een meisje naar me toe van, wil je foto's maken? Ik zei van, nee, ik ben niet zo... Goed, ik ben niet zo'n goede model, maar ik heb wel iemand voor je. En ze zei, maar ik heb jou toch gevraagd. Ik zei, oké, laat me doen. En ik ging dan die foto maken. En daarna kreeg ik een mail van, je bent een van de 9 kandidaten. Dus was je wel verrast, denk ik. Ja, ik zei van, wat? Ik? Maar hoe kan dat nou? En ik vond het heel erg leuk, dus ik zei van, let me go for it. Ja, goed zo. En nu heb je gewoon gewonnen. Wat was je reactie toen je hoorde dat je een van de finalisten was van juni? Nou, ik vond het heel erg leuk. Echt waar. Want het was nooit echt iets heel diep in mijn hart. Maar nou, toen ik al deze dingen beleef, dan zei ik van nee, het is wel een leuke iets. Dus ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. En heb je eerder een fotoshoot gehad? Nee. Nee, niet iets zo professioneel. Gewoon een paar foto maken op speciale activiteiten, maar niet een fotoshoot. Oké, en hoe vond je dan je eerste fotoshoot? Heel erg leuk, echt. Want ik kon mezelf zijn en dat vond ik leuk. Dus het was apart. Ja. Zo. En wat vond je het meest leuke van deze dag? Ik kon mijzelf zijn en ik kon een paar dingen van mijzelf doen en ik lachte zoveel. Want de hele groep, de hele team is heel erg gezellig en dat vond ik echt leuk. Ja, dat is mooi om te horen. Nou, in december hebben we natuurlijk een grote finale waar we Cara Notabel gaan uitkiezen. Waarom denk jij dat jij het Cara Notabel van 2010 wil worden? Nou, ik zei het daarnet en ik zeg het nog een keer. Ik denk dat ik sta dan voor de Antilliaanse vrouwen. Ze zijn dynamisch, ze zijn talentvol en ook heel erg mooi. Maar er zijn sommige van hun die niet durven om naar voren te komen. Dus ik denk van, ik kan het wel voor hun doen. En daarom denk ik dat ik de Cara Notabel kan zijn. Dat heb je heel mooi gezegd. Nou, 10 juli hebben we weer een nieuwe casting bij het KDW in Otrabanda. En de mensen die dit filmpje kijken en misschien mee willen doen, wat heb je tegen hun te vertellen? Ja, kom. Het is heel erg leuk. En ik zei het net, je kan jezelf zijn. Dus je moet niet bang zijn. Het is heel apart. Je moet niet bang zijn of je niet kan winnen. Of het is iets heel erg apart. En het is leuk om te beleven. Oké, dankjewel. Oké, dit was Soraya van Everyone Can Be a Model. Zoals ik al zei, de volgende casting is op 10 juli bij het KDW in Otrabanda tussen 12 en 2. Een van de finalisten van juni 2010, Tiffany. Tiffany, wat is de reden waarom je mee hebt gedaan aan de casting? Nou, ik hou van foto's maken en ik had altijd al fotoshoots willen doen. En omdat Everyone Can Be a Model dus voor iedereen is, heb ik besloten om mee te doen in de casting. Nou, het is maar goed dat je meegedaan hebt ook, want je bent een van de 2 die de fotoshoot deze maand hebben gewonnen. Wat was je reactie toen je hoorde dat je een fotoshoot gewonnen had? Nou, ik was heel blij. Ik ben direct naar mijn moeder toe gerend om haar te zeggen. En meteen op Facebook ook iedereen bedankt voor het stemmen en zo. Dus dat was wel goed, ja. Goed zo. En is dit je eerste fotoshoot? Ik heb wel vaker fotoshoot gedaan voor school en ook voor On Top Magazine, maar het was niet zo uitgebreid als nu.
En wat vond je ervan, van deze dag? Ik vond alles heel leuk. Dus van make-up en dan kleren omkleden, posen, alles heel leuk. Ja. Wat vond je het leukste van deze dag? Nou, ik vind tot nu toe vind ik alles het leukste. Nou, dat is goed om te horen. En door deze ervaring wil je nou ook een professioneel fotomodel worden? Ja, ik wil verder gaan met modelleren en dan ook mijn eigen kledinglijn. Maar ik wil eerst met modelleren beginnen, ja. Oké, dus heel veel ambitie hoor ik wel. Goed zo. Nou, de grote finale is natuurlijk in december. Waar we een Cara Notabel gaan kiezen. En waarom denk jij dat jij een Cara Notabel moet worden? Ik denk het omdat ik misschien niet de lengte heb voor een normale model. Ik ben niet 1,70 meter, maar dat wil niet zeggen dat kortere mensen dus niet succesvol in de modewereld kunnen zijn. Dus daarom wil ik wel winnen, ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Goed zo. En de volgende casting is op 10 juli bij het KDW in Otrabanda. En de mensen die nu naar dit filmpje kijken en misschien mee willen doen, wat heb je hun te vertellen? Nou, ik zou iedereen aanraden om mee te doen. Want iedereen heeft een kans om in de 9 finalisten te komen. Je moet niet denken dat je geen kans hebt omdat veel mensen meedoen. Je moet gewoon zelfverzekerd zijn en dan hopen op het beste. Dat is mooi gezegd, dankjewel. Dit was Soraya van Everyone Can Be a Model, samen met Tiffany. En zoals ik al zei, de volgende casting is op 10 juli bij het KDW in Otrabanda, tussen 12 en 2. En be there!